Omhoog, nog twee. Omhoog hier, don't give up. Round to six, let's go here. God damn it, here, let's go. Money, welkom, strijders. Welkom op Boss Games TV. Het is een nieuwe jaar, we zijn nu in 2019. Ik hoop dat je ready bent voor woorden. Het is nog steeds januari, zeker of niet? Nog steeds, man. Ja. Bijna eind januari. Eind januari. Het is nog steeds bijna eind januari, maar we gaan knallen. Vandaag zijn we met niemand anders dan Giel. Het programma heet Road to Sixpack. En hij wilde even langs de jungle komen om te knallen met Mickey Boss en Suiker. Dus mensen, stay tuned. Het wordt fucking loud. Money! We hebben hier zo Sappie Tropical. Iedereen vraagt mij, Mickey Boss, waar ga je die Sappie? Ik kan het halen bij Dirk. Trouwens, Dirk, ik wil 3%. 10%. Want iedereen gaat die Sappie nu kopen door mij. Ik wil gewoon 10%. Stuur mij een e-mail naar m.roosevelt@icloud.com. Dirk. Oké, broer. Verder hebben we hier zo bruine bonen voor Giel. Na die Road to Six gaat hij weer willen bulken. En dit is de key. Giel krijgt van mij een blik bruine bonen. Dirk, stuur mij een e-mail naar m.roosevelt@icloud.com. Laten we zaken bespreken. Acht keer eens laten maken met die favoriete pre-workout van mij. Ja, salt. En dat is salt. Klap ik een schep creatine. Altijd amino. Dit is voor herstel. Dus dit is voor die money sessie. En dit is voor herstel. Boss Games TV. Come on, Bucky, let's get it! Respect, man. Staat goed. Ja, top. Man. Hey, maar je bent, ik weet niet waarom je nog naar mij bent. Je bent aan niet, man. Nee. Hey, trouwens, ik moet wel zeggen. Kijk, ja. Road to Sixpack. Ja. Dit is geen... Weet je, ik heb geen sixpack. Dit is bruine bonen, ja. Weet je wel. Dit is bruine bonen games. Weet het, hè. Dit is heavyweight. Nou, alsnog, en dan kan ik je helpen. Ja. Met die sixpack. Het is wel kracht, moet je kijken. Dit is power, man. Dit past gewoon niet op de kaart. Ja, deze. Dit is mijn favoriete pre-workout. Okay. Voor al die mensen die weten, ik ben een atleet bij Body & Fit Shop. Ja. Dus ik gebruik die supplementen van Body & Fit. Ja. Maar dit is mijn favoriete pre-workout en ik wil dat je het even gaat testen. Wat smaak is dit? Nou, dit is fruit punch. Okay. Ja, fruit punch. Mm. Yes, get it. Mm. Oh, dat is inderdaad. Dit is lekker, joh. Ja. Zie je? Dit is een drankje wat normaal gesproken alcohol is. Ja. En jij sport elke dag? Elke dag. Lekker, elke dag. Het is gewoon een routine, eerst met mijn kinderen. Ja. School brengen, school halen dit, en dan en mijn business. En het einde van de dag is het, dan kom ik naar huis. Het zijn drie dingen waar ik echt gek op ben. Bench, ja. Dumbbell press en squatten. Ja. Op mijn channel zie je meestal die dingen. Je ziet dumbbell press, je ziet squatten, weet je, alles met compound, heavyweight. Nou, vrouwen. Maar weet je wat, dus ik sta bekend als de guy die heavyweight wil. Ja. Maar vandaag gaan we dat niet doen. We zijn on the rap naar die. Dat is goed. Wat we gaan doen, gaan we even een beetje stretchen. Ja. En even warm lopen, want eigenlijk moeten we eerst cardio gaan doen, maar dat gaan we niet doen. Helemaal voor, vrienden, helemaal naar voren, let's go. Yes, hier! Sorry. Kom maar, rook de six, man, let's get it! Ja, rol deze ver uit. Ik kom naar voren, ik was wat achter jou. Ja. Ik meen serieus. Ja. Ik kom met mijn neus, kom op de grond, ik voel me niet goed genoeg. Nou, ik vraag me wel gelijk af, dat is een beetje mijn ding geworden. Omdat ik dus dat zelf niet kan. Heb jij je spieren goed onder controle? Kan jij je linker en je rechter borst bewegen? Ja. Shit! Shit! Ja, maar kan je ook je linker wenkbrauw omhoog doen? Ja. Oké. Alles kijk wat die mama laat doen, je gek. Jij hebt gewoon alle spieren onder. Ja, ja. Kan je neusvleugels bewegen? Wacht even, 1, 2. Jezus! Ja,
Achilles en klap. Alles kan. Dat is erg, hè? Ik moet mijn chest doen, ik doe mijn werk, ik doe mijn neus. Nee, maar het is gewoon meer. Hé, hey, mijn neus gaat in de lucht. Het is fucking hard, man. Je legendary, man. Je lul. Oh shit, oh. Nee, kunnen we niet. Nee, als ik dat doe, slaan die camera eruit, alles, man. Dat gaan we niet doen, man. Hé, we gaan naar die volgende. Ha! Lijkt me. Kom op, easy. Hier, weet je hoeveel ik weet? Ja, nee, dat is wel waar. Kom maar kijken, kom maar kijken. Het is met die weegschaal aan de hand, man. 140 rond. Shit. Kijk, dat is 140 rond. Het is meestal 138. Ja. Maar die bruine bonen misschien. Ja. Toen ik met JJ een jaar terug of zo, ja, afgehoren was het 127 kilo. Okay. Maar eens, ja. Ah, voor vrouwen, hè. Hier, Giel zegt voor vrouwen. Ja, voor vrouwen. Peace. Here we go. Let's go. Ik weet wat het is, man, maar ik wil niet dat je naar voren gaat leren, man. Nee, niet. Helemaal. Meer gestrekt, Kijk, dit moet je laten zien. Die is zo. Kijk. Dit bedoel ik. Ja. Helemaal, en dan ga je terug. Voor vrouwen, zie je? Dan! Oké, dan nu zijn we bij... Dit is mijn favoriete, dit is mijn baby. Ja. Echt waar, dit is mijn derde kind. Ik heb twee kinderen, ik heb een dochter en een zoon. En dit is, ik heb twee, dit is mijn twin. Lina en Zina. Oh, je hebt ze alle twee aan de kant. Lina en Zina. Heb jij een goede en een slechte kant? Nee. Nee? Nee, ik wel. Ja, ja? Nou ja, gewoon, ik merk toch gewoon dat links is toch iets minder. Gewoon opwarmen. Ja. Even die tekker erin. Even die bloed erin gooien. Ja. Hier zo doen we ass grass, kind. Ass grass, dus helemaal naar beneden, helemaal. Oké. Okay. En dan omhoog. Niet lokken, maar een beetje spazen daar. Ja. Maar helemaal naar beneden. Omhoog. Je hebt verschillende manieren om te squatten. Ja. Je hebt je wijde motherfucker. Ja. Je hebt deze boy. Je kan nog zo staan. Als je voeten een beetje uitgestoken zijn naar voren. Maar wat kan doen, hè? Maar ik doe altijd dit. Echt? Dit is die bruine bonen squat, heavyweight. Ja, hè? Ik voel me altijd goed zo. Okay. Weet je? En deze zin gaat altijd om die motion. Hoe jij je voelt. Okay. Hoe jij je voelt. Als jij vindt dat je zo moet squatten, squat zo, ja, dan niemand je shit komen uitleggen, squat hoe je wil. As grass! Ah! Easy! Niet nog een keer, lock hem niet boven, ja? Juist, zo, zo. Let's go. Good one. Dan ga je met die motion goed naar boven, juist. Zo altijd? Nee, nee, niet zo. niet echt zo, Giel, maar gewoon weg vanuit als je omhoog gaat. Zie, dat, money. Dat is een money spot daar. Money! 100%! Let's go, man, champ. Ik hou meer van strongman en powerliften. Bodybuilding is niet mijn ding, ik ben echt. Ik hou van kracht. Snap je, met een beetje massa. Ik hou van kracht en massa. Lekker. Ja, motherfucker. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel allemaal die tegen elkaar vechten zo, ja, hè? Ja, ja, iedereen tagt me met mijn homie Lexus. Ja! Het zou een mooie combinatie zijn. Nou, het zou geweldig zijn om, samen met, om het met Lexus te doen. Ja. Maar dat is mijn maat, weet je. Kijk, Lexus is een guy, toen ik begon met rappen en viel. Mm-hmm. Hij is een guy vanaf Twitter-tijd, heeft Lexus me echt gepusht. Ja. Follow Mickey Boss. Tot de dag van vandaag doet hij dat, snap je? Dus ik kan me niet voorstellen dat ik heb zoveel respect voor deze guy. Dat als ik hem ga slaan, ga ik zo doen. Want ik wil niet dat hij pijn heeft, snap je? Okay. Dus het is te veel, ik heb te veel love voor hem. Van mijn kant om te gaan staan met maar hem. Maar zo'n soort wedstrijd tegen iemand anders dan, dat zou misschien... Iemand anders lijkt dood. Iemand anders lijkt dood. Ik kan ook niet tegen Mobisa vechten, want dat is ook mijn maat. Ja, weet ik, ja. Laat me kijken. Dus Lexus niet, Mobisa niet. Want ik heb veel love voor hun. Ja. Laat me kijken hoor. Maar voor de rest... Iedereen. Van die in die scene. Ja. En Giel, met jou kan ik ook niet vechten, want ik heb gewoon gezien, we hebben een hele dope connect. Maar de rest, you gonna get knocked the fuck out door Mickey Boss, 100%. Oké. Okay. Geen gevoel. Nou, dus, en, shout-out naar ook mijn andere maat, Kaas Vibes. Kaas Vibes is ook een guy van mij. Een zit bij Body and Fit. Ja. Met hem zou ik ook niet willen vechten. Deze guy is ook zo shredder, nigga springt. Die guy springt fucking op die plafond, komt terug. Ja, je weet niet eens hoe. Dus, die guys maar de rest. Wow. Dat is een uitdaging. Die is een uitdaging. Ja, maar dat is dope, man. Ja, dat is echt top. Ja, man. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan nu beginnen. Oké, ik weet niet of ik zo ga sluiten als jij, maar... Nee, maar gewoon niet meer tijd. Het is niet nodig. Wacht, hey! Thank you, sorry. Sorry, dit is mijn schuld.
Maak je niet druk, maar is de stem stabiel? Sorry. Yo, yo. Jimville. Yo, je sixpack is nog daar. Daar gaat het op. Sorry, hij was gewoon niet zo hoog. Sorry voor dit. Hey, suiker is jouw schuld. Je gaat snitchen, suiker. Politie, kijk. Hey. Nee, de politie, hij is. Hey. Snitch. Ah, hoe kan je snitchen? Ja, 100%! Oké, okay, ga nog hier. Dus gewoon die klemmen zetten. Ja, die klemmen is misschien toch een idee, hè? Oh, wat een baas. Wat een baas, man. Kijk, daar is hij. Hier, hoor je dat vandaag? Ja, goed. Ja? Wat, wat, maar, zeg maar. Geen bruine bonen. Ah, mevrouw, Moody! Hier, als je nu loopt, nog eentje, nog eentje. Als je loopt, dan zegt nu, is voor vrouwen. Ah! Voor vrouwen. Vrouwen. En nu, money! Money! Ah. Money! Dat is klaar, goddammit. Nu, we got it. Yo, assgrass is niet goed voor je knieën. Assgrass, fuck jou met je ass. Dat doe jij niet dan. Doe jij het niet. Bemoei jij assgrass is niet goed voor je knieën. Dat doe jij het niet. Wij doen het wel, zwaar. Wij doen het. Ik ga nog een plaatje erbij zetten. Voor okay. 1 kilo. Paarders, maar hierna zetten we dan een tientje voor jou. Ja, precies. Dan gaan we een beetje voor die heavyweight. Ja, okay. Dan doe je minimaal 3 à 5 reps. Okay. I got you. Okay. Het is goed voor je core. Nee, maar vandaag doen we geen heavyweight, hè? Dit is geen heavyweight. Nee, man. Zijn we relaxed? Nee, we zijn relaxed. Zijn we relaxed? Zijn we relaxed? Maar, hierna, nu ga jij voor een... Hoeveel is het in totaal? 100. 100? Ja. En hoe, maar ik denk dat dit me niet vaak lukt hoor. Nee, dat moet. Weer proberen. Ja. We gaan niet proberen, we gaan het doen! Oh shit. Oh, een money slap krijgen. Een money slap? Ja. Ik begrijp. Ready? Ja. 1, 2. Ah! Vrouw! Let's go! Die was lightweight, die was echt lightweight money hè! Man! Fucking beest! Respect man, Jim! Hey, jij bent een koude grapper! Fucking beest! 100 kilo, vriend! Grote sixpack! En iemand met 100 kilo squat, assgrass! Fuck ben jij! Dat moet gaan stoppen, aan! Het lukt niet! Giel gaat gewoon door! Giel doet even zitten, vind je? Het boeit Giel niet of die doorgaat, die man gaat door! En dat is beast mode! Welcome to the motherfucking club! Moen! Ga maar die korrekje eten. Oké. We gaan shoulder press doen. Oh, daar ben ik slecht in. Maar nee, heel goed. We gaan het niet zwaar doen. Maar kijk, één grote dames daar. Dat zijn die big boys. Dat zijn... Kom even kennis maken met deze dames. De dames willen altijd chillen met mij, snap je? En hoeveel hebben we het over? 60 kilo dumbbells. 60 kilo? Dat is een vrouw, echt waar. Echt een vrouw. Op dit moment zit ik op 29 reps met de chest press. 29 reps. Ik kon 30 doen, maar ik heb het gelaten. Je moet altijd een beetje humble zijn. Nee. Trouwens, heb zij altijd gasten die 100 reps kunnen doen, ik weet het. Altijd baas boven baas, maar ja. Je moet, ik ben gewoon trots. Weet je wat het is bij mij? Ik ben trots op mezelf, omdat dit is naturaal. Dat mag je, precies. Snap je? Misschien... Word je daar gek van dat mensen dat wel de hele tijd insinueren? Ja, zeker, natuurlijk. Omdat je moet je voorstellen van, kijk, die normale guy, ik ben niet normaal. Ik wil niet normaal zijn. Nooit. Ja, maar kijk, ik snap het bijna wel, want dit is buiten proportie. Ja, zwaar. Maar ik heb jou al eens horen vertellen, dat het eigenlijk gekomen is door weight gain. Dus maar daarom maar heb kan ik ook... dat ook gebruiken, want dan ga ik. Ja, maar dan bye rule sixpack, hè? Ja, dat doen we daarna dan. Meestal, oké, maar als je gaat burgen, maar ik heb iets voor jou, die je gaat meenemen straks wanneer je klaar bent. Okay. Ik heb iets voor jou. Ja? Ik heb die echte recept voor jou, Magiel. Maar ben je nooit in de verleiding gekomen? Want ik moet zeggen, ik ben helemaal niet zo anti, als ik eerlijk ben. Als ik stiekem niet aan heb gedaan? Nou ja, ik bedoel, je hebt toch ook gewoon van die steroïdetabletjes of zo? Ja. Oké, dus kijk, nu hebben we spuit alleen als ik klaar kom. Nu moeten we ook iets gaan zeggen van slik alleen als ik kwark drink of zo. Is dat wel? Die zullen moet ook komen, suiker. Zet die vast. Slik alleen wanneer ik kwark drink. Die moeten we ook gaan fixen, want als we die spuit, als hij die spuit, doet hij waarschijnlijk misschien die pillen. Nee, weet je wat je moet zeggen? Slik doet alleen mijn vriendin.
Oh jee. Nee, ik kan dat niet weten. Ik kan dat niet zeggen, maar. Nee, ik ben erg. Maar raad je het mij aan? Want ik zit, ik bedoel, ja. Nee, maar dat is het ding. Dat is jouw leven, Giel. Nee, oké. Okay. Dus jij moet, kijk, ja. Iedereen heeft zijn eigen leven. Ja. En jij moet weten hoe je die dingen leidt, snap je? Okay. Wil je dat doen? Jij veroordeelt het nooit. Ja, want als je dood bent, laat maar zeggen, einde van de dag, als je dood bent, niemand gaat met je mee. Je moet het met jezelf doen. Dus je moet jezelf weten. Je moet jezelf in de spiegel aan. Ja, je moet je eigen ding doen. En trots en achter je ding staan. Ja. Als jij zegt van je gaat voor met anabolen doen, ja. Doe ja. Wat jij moet doen. Ja. Kijk, ik wil gewoon laten zien, ik ben niet perfect. Ik heb niet die vee en die kat en die dingen hier. Maar ik laat je gewoon zien van je kan gewoon jezelf zijn en plezier hebben met deze shit. En je kan ook een big motherfucker en een strong guy worden. Maar het is fucking puur natuur. Dit is op mijn kinderen hier. Ik geloof het. Op mijn kinderen, mijn oma, mijn moeder. Ik heb nog nooit in mijn leven anabolen gebruikt. Op mijn kinderen. Nee, maar ook geen andere shit. Nee. Alleen supplementen. Wow. Ik ben een atleet bij Body & Fit. Ik gebruik weight gainers, creatine. Al die supplementen, ik ben gek op supplementen. Ja. En ik eet abnormaal veel. En die combinatie is maar zoveel eten en altijd zo gefocust op die heavyweight, geeft het je een bepaalde bouw. Snap je? Maar alleen ik heb een beetje geluk gehad met dat, snap je? Dus, nee, maar goed, het is, er zijn foto's van jou als kleine. Miguel. Ja, ik kwam hier binnen. Toen ik hier binnenkwam, 5 jaar terug, woog ik iets van 75 kilo. Nu weeg ik, wat we zeggen, gewoon de 40. Ja. En wat ik je zei, het is niet allemaal een spieren, maar het past gewoon met mij, het past bij me, weet je. Het is gewoon een combinatie van massa. En ik wil nooit overkomen van, ik ben die perfecte guy. Je moet gewoon jezelf zijn. Bam. Ja, man. Oké, okay. We gaan door. Okay. Ja. Zo, de rest gaan we doen. Het is ook een van mijn favoriete dingen. Okay. Dus ik dacht, we hebben die buik gedaan daar. Ja. Die squats helpen met je core. Mm-hmm. Dit heeft niks te maken met... maar ik ben sowieso trots op jou hoe je die 100 kilo had gedaan. Ja. Want je weet van mij, I'm all about the power, I love that shit. En hoe je die shit had gedaan net en die derde rep was zo vermoeiend, maar je ging alsnog. Oké, dan. Dat maakt jou legendary. Ah, dat vind ik top. Moni. Bedankt. Moni, dus we gaan even die schouders doen. Ja. Even gewoon voor die ziel een beetje kracht erin gooien, voor die soul. Ja, let's go. Oké, okay. Doe je Giel? Ja. Lightweight gewoon zo. Ja. 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 Oh my god. Laat die bloed gewoon erin stromen, gewoon die bloed erin. Dat is normaal, joh. Gast. Ja. Nu wil die man, suiker, nu wil Giel ook die sport gaan pakken voor mij. Hij heeft al die sixpack, ik heb hem niet. Nu neemt hij ook die kracht. Oké, Giel, let's go, ja. Press. Nice. Press. Nice. Oké, okay. meer geconcentreerd, een beetje meer, zet een beetje swag erin, een beetje swag. Oké, okay. Pap, swag. Swag. Kijk daar. Kwaliteit. Het ziet er wel goed uit met zo'n tank op, jongen. Ja. Het is echt top. Spreekt alleen als ik daar kom. Hier. Nice, man, bro. Netjes. Pak. Nice. High reps. Je ziet het, high reps. Dit is all about the reps. En dit is een goede voorbeeld. Oh, Jesus, man. Shit. Ik wil ook, hoor. Goeie set. Wow. Beter als je nu gaat voor de 16. Okay. Om een beetje voor de boost. Okay. 16 of 14? Okay. 16. Goed als je 30 doet alsof het niks is. Jezus. Let's go, Jack. Je kan het. Ja. Wacht even, Giel. Wacht daar. Ik ga je één ding leren, Giel, als je wil. Ja. Zie je die dumbbells? Het is altijd goed als je het zet op je been. Hier zo. Ja. Bij die punt bij je knieën gooi je hem zo hoog. Ja? Kijk, net wat ik deed gewoon zo. Ja. Want het is voor vrouwen. Ik moet zo doen. Ja! Ah. Ja, ik heb les van Anthony, hè? Die ja, hij zei dan naar Anthony Kruijver, legendair. Ja, dit was hem, het is goed, het is genoeg zo. Het is genoeg hier. Het is genoeg, ja? Shit, ik weet je kan nog 10 reps, maar het is genoeg. Hier is een beest. Nog steeds een vrouw. Nou, kijk of dit ook zo lukt. Ah. Hoppa, niet normaal. Slan! Ah. Let's go. 2. Prachtig. 3. Kom op. 4. Kom op.
5, doorgaan. Door! Ah! One more. Ah, doe, doe. Ah. Vrouw, er is nog één. Er is nog één. Let's get it. Ah. Easy man, wat een beast man. Er is nog een money daarin. Er is nog een money daarin. Er is nog een. Vrouw. Ah! Shit. Fucking beast man, lekker. Fuck. Ah. Lekker, geen respect. Oh. Dit is jouw ding hè? Ah, dit moet ik vaker doen. Kijk maar een beetje, het is een beetje te weinig poesie. Oké, ja, nu. Jezus Christus, dat is gewoon alles wat... Ah, dit is echt een rode sixpack, hé. Veel dankjewel, maar nu ben ik ook rood in de rode sixpack. Ja, wie niet op 50? Ik weet niet wat het is, maar jij bent stram, mag je. Jij bent stram, maar... Nee, man. Jawel. Nee, joh. Wanneer je? Nee, joh. Nee, het is niet nodig, hier. Kom op, rode sixpack op de helft. Zet hem gewoon op de helft, zodat we gaan voor die... Zo. 32? Ja. Want je hebt die kracht. Je hebt die power. Naar je knieën. Ja, focus. Focus met die ogen, dit is de lift voor jou. Cross. Cross, hoe voelt het? Cross. Hierna ga ik hem weer nadoen, dan check hem goed. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Hoe voelt die, Giel? Ja, heftig. Oké. Okay. Vind ik die, we gaan toch wel... Even kijken naar die vorm. Ja. Die was veel te laag voor niet, snap je? Okay. Dus je moet hem hier houden, Giel. Hier. Ja. En dan squeeze naar beneden. Oh, ja. Zie je? Oh. Squeeze beneden. Dus ah! Zo? Ja. Dus redelijk. Redelijk. Je hoofd moet, als het ware gaat je hoofd naar je knieën. Juist, dat is mooi. Dit lijkt meer op. Ah! Road to six! Back is here! Hij dacht. Ik wil bijna gewoon nu beginnen. 1, 2, 3, 4. Ga even naar huis. Gele check het uit. Gele check het morgen. Kijk man. Kijk, stop niet man. Je moet je niet moeien. Je moet je niet moeien. Ik moet het gewoon even goed. Zie je Giels is? Hij trekt omhoog. Ja, ik zie het. Je moet de seks samen met Giels. Hoe lang train je meestal? In de gym, gewoon in de gym. Ja? Ja, uurtje zo. Uurtje, een uurtje, uurtje anderhalf. Oh, anderhalf. Soms kan ik naar twee gaan, hangt ervan af. Ja, ja. Wanneer krijgen we muziek? Ik heb nu iets van twee tracks. Oké. Okay. Twee tracks, maar ik wacht om Tim Beumers! Hey, Tim! Ja, want Tim Beumers en ik zijn in de studio. En ik denk voor april komt okay. Er een nieuwe track en een nieuwe clip. Fijn. Oké, wacht. Als ik langs mag komen, kijk, mag ik gewoon langs een... Giel, mag ik langskomen? Ja, we gaan weer even de show doen. Ja. Heb jij nodig? Ik snap hem. Oké, is goed, man. Zeker. Oké, maar love, ik waardeer het. Ja. We hebben het op tape, bij de skills gaat ons checken. Mickey Boys, bij Giel! Hou die rug een beetje recht. Beetje naar, squeeze. Ja, je daar hem. Juist, kom op. Ja, deze. Ik ga echt niet stoppen. Ik heb gewoon gemerkt, deze guy heeft hier rem. Alles gaat door. Door! Oké, kijk, ik ga weer naar huis. Giel, ik zie je man. Jullie zien morgen. Die guy stopt niet hè! We gaan nou vandaag stretchen. Ja. Dit was een gekke oefening vandaag wat we hebben gedaan. We gingen daar stretchen voor die stomach. Ja. Voor die road to sixpack. We gingen squatten. Ja. Is ook road to sixpack. Die shoulder had niks te maken met die sixpack, nee. Maar als we een beetje gaan knallen voor die vier. Oké, dus en nu gaan we even nog een oefening daar doen. Ja. Voor die sixpack en dan. We did it, man. Ja. Oh, wacht eens even. Oh, dat is echt sixpack werk, ja. Ha, ja. En die gaat gelijk naar beneden weer. En dan ga ik op. Ja. Juist. Easy, kom op. Pap. En moet je. Easy. Je moet hem voelen in die stomach. Nice. Doorgaan. Benen gestrekt. Benen gestrekt, ja. Ah, nice. Kom op. Hou die benen gestrekt. Je got it. Nice, benen gestrekt. Nog één. Oh, je kijkt hem even gaan. Even. Benen gestrekt. Ja, focus. Focus. We komen in de buurt, Giel. Dit is nieuw. Het is allemaal nieuw. Maar daarom moet je uit die comfortzone. Oh, die benen. Ik zat uit die comfortzone vandaag voor jou, dus vandaag gaan we die buikspieren even brengen naar een andere level. Ik heb hierna, dit is een beetje moeilijk voor je.
Ja. Maar je hebt het alles nog gedaan. Dat vind ik tof. Ja. Maar we gaan nu naar een andere. Okay. Om dit, om het goed te maken met dit, ja, heb ik nog een andere voor. Oké. Ben je ready? Ik ben klaar. Ha! Kom maar. Je ligt zo. De benen omhoog. Top. Je doet omhoog. Ik push hem naar beneden. En jij houdt hem tegen. Het maakt niet uit hoeveel kracht ik zet. Hij mag je voeten mogen de grond niet raken. Ja. En jij houdt die motherfucker tegen je. Okay. No matter what, okay, hij mag de grond niet raken. Okay. 1, 2, ben je ready? Ja. Let's go. Omhoog. 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 Heel. Heel zien. Benen mogen de grond niet raken. No matter what, heel. Oh. Omhoog, heel. Omhoog. Goddammit, omhoog, heel. Door. Omhoog, heel. Dat is direct. Goed de sixpack, je hou je van. Don't move. 1, 2. Omhoog, 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 nog 2. Oh, pas op. Omhoog hier, don't give up. Go to six, let's go hier. God damn it, hier, let's go. Een vrouw! Mooi! Let's go, man. Thank you. Heel, what's good, man? Heel! Road to six pack hier. Go slow. Road to six pack. Ik ben gewoon bang. Oké. Kijk. Oké. Mensen, Boss Games TV. We zijn ready, we zijn klaar met trainen. Het was een hele dope sessie. Shout-out naar Giels, ik wil even zeggen, ja, alleen maar respect voor jou, man. Ja, wederzijds respect. Alleen maar respect. Die man is een beest, het was dope. Hij heeft kracht, je ziet het. Rode sixpack. Hij is droog. Spuit alleen zijn klaarkomst shirt. En abonneer, het was check zijn channel. Giels, zegt ze weer. Ja, Giels, zeker GJLS. En ik zou zeggen, laat allemaal onder hier in de reacties achter hoe vaak je een video wil. Want we willen 1 keer per week hier op Boss Games TV. Ja, zeker. Boss Games TV, we gaan blijven knallen. En laat weten in de comments met wie we next moeten gaan trainen. Je ziet het, next wordt ook een dope verrassing. Zeker, wie hebben we next? Of gaan we niks zeggen? We wachten even. Zeker, we willen niet dat we zeggen. Dat we het zeggen, dus we houden het stil. Maar abonneer, gooi je duim omhoog. Positieve shit, alleen maar love. Shout out naar jullie. Zonder jullie heeft het geen nut. Maar ook al waren jullie niet, gaan we gewoon door. Mooi, vrouw! Ja. Je bent nu onderweg naar Erotus en een sixpack. Ja. Shred it. Maar hierna, als je klaar bent, ga je weer misschien burgen. En ik heb een key voor jou, een cadeautje voor jou om te burgen. Deze ding is de legendary pot bruinebonen. Dit is de legendary pot bruinebonen. Rijst met kip. Die kipfilie ga je zelf kopen. En je rijst, maar dit is hem. Alsjeblieft, Mathieu. Nee, alleen maar love, man. Heb je weet. Je weet dat, bro. Bruine bonen games. Wil je weer per Boss Games verkopen? Vrouwen.